Hoi, ik ben Meijnert, sinds 2010 registermakelaar-taxateur en in deze video vertel ik hoe je een energielabel aan kunt vragen. Daarnaast vertel ik je wat de huidige regelgeving is en wat je eventueel zelf kan doen om op energiekosten te besparen. Sinds 1 januari 2022 zijn de regels met betrekking tot het energielabel bij verkoop en verhuur veranderd. Waar je voorheen een energielabel zelf kon downloaden, zal er nu een energieinspecteur langskomen om de woning op te nemen. Houd er rekening mee dat dit energielabel verplicht is bij de verkoop of verhuur en je deze aan de koper of huurder moet overhandigen. Je moet het energielabel ook vermelden in de presentaties, dus ook op Funda. Het niet voldoen aan deze eis kan leiden tot hoge boetes. Via onze website vraag je eenvoudig een energielabel aan, waarna de inspecteur contact met je opneemt om een afspraak te plannen. De link staat in de omschrijving. Vergeet niet om je te abonneren op ons kanaal en alle notificaties aan te zetten, zodat je geen enkele video mist met waardevolle tips en adviezen. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. We moeten van het gas af en meer herbruikbare energie opwekken. Het energielabel en het daarbij bijbehorende energieverbruik zullen dus een steeds groter deel uit gaan maken van de beslissing wel of niet te kopen. Of wel of niet te huren. Op zich ook logisch, omdat energie steeds duurder wordt. Kopers zullen steeds vaker gaan uitrekenen wat er de komende jaren in een woning geïnvesteerd moet worden om de energielasten omlaag te brengen. En om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Los van deze doelstellingen moeten we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Huurders hebben tot nog toe weinig keus omdat huurwoningen lastig te vinden zijn. Toch wordt het energielabel steeds belangrijker. Vooral nu de waarde van de energielabel omhoog gaat doordat er een energieinspecteur langskomt. Deze kan je ook tips en adviezen geven om te besparen. Voorkom een boete en vraag dus voordat je de woning op internet aanbiedt of onderhands verkoopt een geldig energielabel aan. Houd rekening met een wachttijd. Overweeg je te verkopen of te verhuren, wacht dan niet langer met het aanvragen, zodat je vertraging in het proces voorkomt. Nadat het energielabel is aangevraagd, wordt er een afspraak gepland. Een gemiddelde inspectie duurt ongeveer een uur en dat is natuurlijk afhankelijk van de grootte van de woning. De inspecteur kijkt naar meerdere zaken, zoals de isolatie, de verwarming en ventilatie, maar ook de cv-ketel, eventueel een warmtepomp, zonnepanelen en andere elektrische apparaten, zoals de zonneboiler en de warmtevoorziening in de badkamer. Hij of zij zal de bevindingen verwerken in het desbetreffende softwarepakket, waarna er een certificaat volgt. Indien gewenst, kan de energieinspecteur ook een maatwerkadvies opstellen om de woning energiezuinig te maken. Als dit gewenst is, geef dit dan direct door. Is een huis met een hoger energielabel altijd beter? In principe wel. Bij zo'n woning zijn er meer energiebespaarde maatregelen getroffen, waardoor je meehelpt aan een beter klimaat. Ook bespaar je hierdoor op energiekosten. Als makelaar merk ik dat nog niet iedereen hierover allerlei vragen stelt wanneer ze een huis van me kopen, maar dat gaat veranderen. Vooral nu de energieprijzen stijgen. Een duurzaam huis is aantrekkelijker. Niet alleen merk je dat direct in de portemonnee, maar ook op de lange termijn hoef je daardoor niet of nauwelijks te investeren. Huizen zijn duur geworden en als je naast de kosten koper eigen inbreng van geld ook op termijn nog moet verduurzamen, is het misschien verstandiger om direct een duurzaam huis te kiezen. Het oude energielabel is nog wel geldig, maar minder betrouwbaar. Een energielabel is 10 jaar geldig. Verkoop jij je huis waar bijvoorbeeld een energielabel in 2018 is afgegeven, zal deze tot 2028 geldig zijn. Echter, wanneer je je woning naderhand hebt verduurzaamd, is het oude energielabel misschien niet meer actueel. Dit kan betekenen dat je de oude energielabel C is. Zou je een nieuw energielabel aanvragen, zou deze misschien uit kunnen komen op A of B. Afhankelijk natuurlijk van welke energiebesparende maatregelen je hebt doorgevoerd. Een energielabel A is voor kopers veel interessanter dan een energielabel C. Dat lijkt me logisch. Ook al is je oude energielabel nog geldig, toch kan het slim zijn om in zo'n situatie een nieuwe aan te vragen. Daar zijn wel kosten mee gemoeid, maar die haal je er dubbel en dwars weer uit. Voor makelaars en aankoopmakelaars is er een grote rol weggelegd voor het verduurzamen van een woning. Veel verkoopmakelaars houden zich hier echter nog niet mee bezig. Toch zijn ze het eerste aanspreekpunt als adviseur. Aankoopmakelaars zijn hier vaak al een stukje verder in.
Omdat een lager energielabel nou eenmaal gevolgen heeft voor het energieverbruik en de daarmee gepaarde kosten. Ze wijzen de koper op de huidige staat van verduurzaming en wat ze in de toekomst nog moeten investeren om de woning nog duurzamer te maken. Bij een energielabel F of G gaan natuurlijk alle alarmbellen af, omdat er naast de kosten voor het kopen van de woning vaak nog flink moet worden geïnvesteerd. Zo merk je dat het verduurzamen langzaam zijn intrede doet in de makelaardij. Dit wordt mede gestimuleerd door de overheid, die soms subsidies op verduurzamen verstrekt. Wil jij verduurzamen? Onderzoek dan eens welke investering je hiervoor moet doen en welke subsidie je kan verwachten. Ook kun je een overzicht van de investering en hetgeen je bespaart maken. Hierbij maak je direct inzichtelijk welke voordelen deze investering heeft. Het gaat natuurlijk niet alleen om geld. Het is natuurlijk mooi meegenomen om door verduurzaming te besparen op kosten, maar we hebben ook nog een ander belangrijk doel. De opwarming van de aarde heeft grote gevolgen. Niet alleen voor ons, maar ook voor onze kinderen en generaties daarna. Samen kunnen we een stap in de goede richting zetten, maar we vervallen vaak weer in oude gewoontes. Je hoeft ook niet alles in één keer te doen, maar stapje voor stapje komen we er samen ook wel. De regering adviseert om de kachel een graadje lager te zetten en maximaal 5 minuten te douchen, maar er is nog zoveel meer. Wist je dat de meeste warmte bij slecht geïsoleerde woningen via het dak ontsnapt? Bij een slecht geïsoleerd huis is daar direct resultaat te behalen, terwijl de kosten voor het isoleren erg meevallen. Vooral wanneer je zelf een beetje handig bent. Ook tochtstrippen en radiatorfolie aanbrengen helpt mee. Daarnaast is het slim om 's avonds de gordijnen iets eerder dicht te doen en deuren te sluiten. Vooral een schuifpij of buitendeur. Dicht naden en kieren en isoleer leidingen waar veel warmteverlies is. Heel veel dingen kun je zelf doen. Of schakel daarvoor hulp van familie of vrienden in. Zo zijn er op internet nog tal van energiebesparende maatregelen te vinden die weinig kosten, maar relatief veel helpen. Zelf heb ik onlangs een schuifdeur voor het trapgat geplaatst. Daardoor ontsnapt er veel warmte naar boven. Ook zet ik de verwarming 's avonds een uurtje eerder uit voordat ik naar bed ga. Wanneer we hier allemaal een beetje aandacht aan schenken, komen we samen tot een groot resultaat. Ik wil nog even kort terugkomen op het energielabel wat verplicht is bij de verkoop of verhuur van een woning. Waar voor jaren terug iedereen daar een beetje om lachte, zal het energielabel een steeds grotere rol gaan spelen bij de keuze van een woning. Vooral wanneer het aanbod woningen weer toe zal nemen, zal de koper of huurder bij een vergelijkbare woning eerder kiezen voor een huis dat is verduurzaamd. Op dit moment zijn er mensen die juist naar een nieuwbouwwoning verhuizen, omdat deze energie-neutraal is gebouwd. Hierbij was de keuze om te investeren in de huidige woning of te verhuizen naar een energie-neutrale woning die ook nog eens beter is geïsoleerd. Alles draait om keuzes. Wat past bij jou? Laat je eens informeren over de mogelijkheden en wie weet vallen de netto kosten na aftrek van subsidie reuze mee. Heb jij tips en adviezen voor het verduurzamen van een woning? Of wil je energiebesparende tips delen? Doe dat dan in de reacties hieronder, zodat anderen er misschien ook iets aan hebben. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video en ik hoop dat je iets aan deze tips hebt gehad. De link waar je een energielabel aan kan vragen staat in de omschrijving. Vergeet ook niet je te abonneren op ons kanaal en alle notificaties aan te zetten, zodat je niets mist. Ik wens je veel succes en ik zie je graag terug bij de volgende video.